een tafeltje, ja. En wat wil je erop hebben dan? Ja. Dit is van mijn kijkers niet van me gewend. En daar, ja, weet ik wat. Er is een proefrit ingemaakt. Allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen en Loutje. Ja, het is nou vandaag 11 april 2023 en het is nou 10 over 12, kreeg ik al te horen. Ja, waar zouden we naartoe gaan? Ja, naar de enige echte. Oh ja, zegt ze ook nog. Nou, het begint weer lekker vol te raken hier. Ja, dat is leuk. Dat is mooi. Begint hier weer een beetje vol te raken. Ja, is er leuk. Wat ga je nou weer pakken? Oh, brood. Ga jij lekker brood pakken, joh. Eens even kijken, zometeen, wat ze allemaal heeft voor ons, hè. Ja. We gaan eens even kijken. Dat is altijd leuk. Ja. Mensen kijken nu naar me van, tegen wie heeft ze het nou? Tegen jullie. Tegen de kijkers. Ja, zo irritant, hè, deze bak, hè. Ja, maar. Komt allemaal wel weer goed, hoor. En je komt er niet op, hoor. Komt goed. Eens even kijken, wat hebben we hier allemaal? Dit is caesarsalade. 2,50. Een hutspotje. Hoor deur. 2,50. Oh, die neem ik mee. Hutspot. Ja, hutspot is lekker. Hutspotje is lekker, joh. Kijk, deze kan er makkelijk op. Dit is sandwich. Even kijken, hoe duur. €1. Lau, waar ben je? Ik moet jou hebben. Dat is €1. Ik weet niet eens hoeveel ik nog heb. Ah. Moet je hebben. Hier komen. Kreng. Oh, wat zeg ik nou? Zeg ik nou kreng tegen Laura? Ja, ik wel. Nou, ik moet jou hebben. Want deze neem ik sowieso mee. Dat is €1. Dat is €1. En dit is 2,50. Zo'n stamppot. Dat eentje vanavond. Ja. Stamppot. Nee, en dat is voor op en op de zaak. Wat is het er? Nou, dan heb je hier ook nog hutspot. Ja, joh. Hier heb je nog stamppot. Ja, joh. Oh, dit ziet er wel lekker uit, maar is weer 2,50. Nee, hoor. Ja, dat weet ik. I know. Die moet ik niet hebben. Ik moet mijn portemonnee hebben. Oké, kijk eens. Huh? Ja, ik zet me daar even neer. Ah, ik kan kijken. Ah, handig. Twee, even kijken. 2,50, 3, 4, 4,50. Ja, oké, check. Check. Ik heb maar €10 in mijn portemonnee. Ik heb maar €10 in mijn portemonnee. Dus moet ik eventjes opletten wat ik doe. Ik ga geen vega eten. Geen zin in vega. 2,50, serieus. Ik ben gewoon aan het zoeken. Dat vind ik leuk. Zoek en ga ze ook vinden. Ja. Ja, zoek en ga ze ook vinden. Zeggen ze wel. Ja. Ja. Nou, ik vind het prima. We laten het hier erbij. Ik ga weer Laura opzoeken. Ja, joh, waarom niet? Lautje, waar ben je? Oh, weer daar. Nou, wij gaan weer eens even kijken wat we gaan doen. Wat we gaan halen. Wat heb jij nou weer allemaal? En brood. Ik heb alleen een brood. Alleen maar brood. Brood. Ja, brood. Broodjes net. Nou, we eten vanavond. Ja. Weet het niet. Nou, hi. 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 Oh, wat een perfect. Oh, oké. Jij moest en Geurtjes auto's of zo? Ja, de auto van mijn vriend. Oh, de auto van je vriend. Ik mag niet eens kijken verder. Loop. Ik mag niet eens kijken. Natuurlijk wel. Maar dat is leuk. Geurtjes auto's. Auto's is altijd leuk.
hebben ze natuurlijk weer niet. Ja, hier, gutjes. Ja, maar niet welke andere wil je hebben dan? Nee, die hebben ze niet. Nee. Wat zei jij? Wat zei jij? Dat is verdomme. Gezeik. Oh, is dat gezeik? Nee, toch? Is toch leuk? Is leuk. Wel die dingen, denk ik. Ja, en die heeft rouw ook, maar ik vind het helemaal niet niks. Nee. Ik heb wel lekker, moet ik zeggen. Nou, hier, cola geurtje. Dat is... Ah, ik ga stuk. Ja, heerlijk. Kutzaak. Wie jij? Kutzaak? Nee, ik niet. Was maar kut, had je nog daar. Kutpaard. Oh, heerlijk, met Lau op stap. Ja, moeten we vaker doen. Ik sta een beetje ingezoomd. Ja, ik stond ingezoomd. Maar kom maar. Kom dan. Stinken? Oh, wat leuk. Je moet bloemen hebben. Ah, oh, wat leuk. Moet niet stinken. Je moet niet stinken voor de vies. Nou, de Jumbo heeft net deze twee gekocht. Gewoon net twee. De Jumbo? Ja. En dat we aankwamen, zag ik iemand van even de bakker daarmee lopen. Verder nog wel. Ja, dan moet je het ook niet ook en ook niet aanraken, lieve schat. Het stinkt toch. Zei je toch net? Hey, hier, en voor je stekelige karakter. Moet hij wel zwart zijn, zelfde kleur als mijn ziel. Deze een zwart potje. Kleur als mijn soul. Het is wel handig, het geen water te geven, gaat niet dood niks. Nee, dat is lief, hè? Dat is zo lief. En voor je stekelige karakter. Huh? Oh, wat leuk. Hetzelfde, gezeik. Ze zeikt nog wel. Aan de kleur. Ja, aan de kleur en aan de gezeik. Gezeik en iedereen is rijk. Oh, kijk, love yourself. Kijk, zie je dan. Deze is leuk voor jou. Deze is leuk voor jou. Love yourself. Ja. Is toch leuk? Maar ik heb weer een tafeltje gekocht en dan... Ja, een tafeltje. Ja, en wat wil je erop hebben dan? Ja. Er is ook heel weinig. Wacht even, deco. Er is heel weinig decoratie trouwens. Ja. Wacht even, kom. Ik ga zoeken voor jou. Decoratie, zei jij net. Wat een kutkarretje trouwens. Oh, wat zeg ik nou? Vloek. Oh, mag niet. Eens even kijken. Decoratione. Het andere, en voorop de zaak, die hebben ze hier niet. Oh, hé, Lau, kom. Ik heb wat voor jou misschien, is leuk. Maar dat hebben ze hier wel, maar moet ik even kijken. Deze is die. Nummer. Dat is ook gaaf. Ja, maar als je nou deze doet en dan hier gewoon een nepkaas in... Heb je al? Nee, dan kom ik er met een leuke oplossing voor je tafeltje. Je kan beter vragen wat ik hier... kom ik weer aan. Nee. En bedankt, hè? Nee, en bedankt. Ja? En bedankt. Nee, dan kom ik weer aan. In het groot heb je ook nog. Dat is leuk. Kom ik nou weer aan met iets leuks? Nee, heb je het al? Is niet leuk. Deze gaat lekker. Deze is heel mooi, deze. Een hele mooie klus, ja. Ja, die is lekker. Doe nog eens dit gezicht van jou. Ja, heerlijk. Oh, wauw. Ik zie jou niet meer. Zo, ja, nu wel. Ik zag jou niet meer. Nee. Hier, ik zie die. Ja, die is ook heel mooi. En hier hebben we een ander. Ja, hij is goed hoor. Kom jij er maar aan. Dat doe ik niet. Oh, hij behoort hier te staan. Ja, oké, okay, check. Nou, is het ook. Maar dan kan je beter zelf een beetje frabiseren. Een beetje kort knippen? Waarom niet?
toch goedkoop. Kijk hier, een mooie roos. Pak je één telefoon. Ik ga even rozen. En dan... Alleen van echte, dat is van misschien vijf. Nee, en dan pak je er zo één erbij. Dus zo is leuk. Maar ik moet een klein potje hebben. Ja, maar lieve schat, en je kan hem hier gewoon afknippen, hè? Ja, dat doe ik thuis ook. Oh, oké. Okay. Dat is leuk. Kijk, inderdaad, ja. Helemaal trouwen. Ja, kom maar, meneer. Ja, nou, meneer, wanneer is de trouwdatum? Oh, ja. Ja, maar we kunnen het wel doen, dat is leuk. Eens een keer, als grapje. Als grapje. Ik sta huis als grapje. Ja, het kan wel. Kan wel. Kijk, ik vind het leuk. Hierin is ze. Ja, maar ik moet in de kleur vallen van mijn kamer. Nou, en welke kleur heeft die kamer? Bruin, zwart, goud. Nou, dan staat deze er zo. Zo dus. Hè? Ja, maar die kun je zelf toch maken? Ja, maar ik heb wat wit ben jij ook, hè? Ja, op stap met Laura. Wat zoek jij nou? Iets leuks voor je tafeltje? Ja, je bent moeilijk, wat zoeken jij? Altijd. Dat is gewoon een heel moeilijk persoon. Dat is een kutwijf. We ben je ook een kutwijf ook, hè? Bella. Nee. Ja, maar daar hoef ik niets meer aan te doen. Ja, maar je bent toch creatief? Ja. Man. Nou dan. Lekker creatief. Je moet er gewoon neerzetten en niets meer aan doen. Hoe vindt je moeder dan om jou weer terug te zien op de vlog dan? Ja, moeder vindt het leuk. Mijn moeder weet hoe ik ben. Mijn moeder zegt, maar ben je echt jezelf? Ja, dat is toch leuk? Ja, dat gaan we van. Ja, toch wel die? Wordt het die? Ja, je hoeft niks aan te doen. Joh. Nee, niet meer. Niet meer? Dat is mooi. Dus je neemt gewoon een stylist erbij. Oeh, nee, camera. Oeh, ja, camera's. Hé, hey, joh, luister. En er is hier overal camera's. Hé. Hey. Je wordt toch overal gefilmd. Hé. Hey. Dat is wel zo. Ja, want ze hebben hier mij eens keten gezegd. Ja, en je mag niet filmen. Ik wil ook per direct. En dat jullie die camera's hier weghalen. Snap je. Oh. Dus ik heb het recht om hem hier te filmen. Oké. Ja, sorry, maar als ik hier niet mag filmen, dan mogen ze al die camera's hier weer gaan halen. Dan kunnen ze wel zeggen, ja, privacyrecht, het is een openbare ruimte. Ja, openbaar. AVG-wet is hier niet van toepassing. Yo. Oh, dan ga ik daar kijken. Ja, ga jij. Oh, ook nog. Jeetje, wat ben je. Oh, een luxe poes hoor. Hier heb ik bij me. Een luxe poes hoor. Ja, als we uitgaan, dan komen we wel. Ik ben helemaal niet van het stappen eigenlijk, hè? Wist je dat? Festival. Oh, een festival. En wie komen er dan? Ja. Oh, maar Emma, dan wil ik wel en wel VIP, hè? Ja, ik sta op de gastenlijst. Oh, leuk! Op de gastenlijst, oh leuk. Dan wil ik wel overal handtekeningen van hebben, hè? Nou, en schuif mij daar ook maar lekker bij dan. Ja, ik heb één. Hey. Hey, schat. Ah, oh, kan beter. Het is heel mooi weer buiten. Het is niet koud, koukleum. Het is lekker weer. Dus, maar ik ben al 10 minuten aan het filmen. Serieus, 10 minuten. Dit wordt weer een vlog, jongens. Oh, my god. Nee. Ja, nee, serieus, hier. Kijk, bijna 10 minuten. Waar staat het dan? Yeah. Ja, ik heb geen bril op natuurlijk, hè? Ja. Yeah. Bijna 10 minuten. Dus, maar ja, ik ga weer even wat doen. Ja, even zonder de camera's. Handig. Laura, haar moeder, die wist in één keer wat ze wou eten. Dus ja, dus we moesten maar weer even de Jumbo in. Dus moeders, we gaan weer even voor u de Jumbo in. We waren hier net al, maar ja, we gaan weer eventjes voor u even boodschappen doen. Ja, ik heb u één keer gezien, dus bij de deur. Oh, ja. Dat was ook erg. Echt fijn. Want kijk man, wie ben jij? Ik kan uw dochter. Oh. Nou, kom je. Waar is je nou?
Nou, we hebben als krieltjes en je moest sla hebben, toch? Zoiets of zo? Sla, ja. Doppertjes ook nog. Vlees. Lekker gezond. Misschien vlees uit naar de bak. Goedkoop. Is er wat dan? Weet ik niet. Misschien is er weer nieuw bij. Eind het nou. Van de Trabbelins. Ik weet niet. Dat is ook duur hoor. 4,50. Mijn god. En er zit heel weinig in tegenwoordig. Ja. Dat is handig. Nat. Nou, daar zijn we weer. Dat is in de Jumbo. Handig. Twee keer. Misschien wordt het ook vandaag wel een derde keer. Je weet het niet. Nou. Er is niet zo heel veel bij. Nou. Wat is dit? Nee, een sausje. Nee. Nee. Oh, die ene mee moet er even. Oh, toch wel? En niet die andere? Jammer. Nee, die man die zegt van, ja, maar Emma, je had eigenlijk die andere mee moeten nemen. Ik zei, oh, is dat zo? Ik weet niet eens meer wat ik zei, maar oké, maakt niet uit. Ergens iets in die trant. Oh, humor. Nee, mevrouw Kaas is er niet. Dat zeg maar. Nee. Handig. En wat wil je moeder hebben als vlees? Ja, weet je niet. Weet je niet? Nou, een hamburger is altijd lekker. Kippie ook. Kip is ook lekker. Jezus, deze hou je gewoon bij de Albert Heijn voor de helft, hè? Ja, joh. Zwaar, hè? Ja, en anders in Rotterdam. Daar moet je eens een keertje mee naartoe nemen. Rotterdam. Isaac en de Schittering, daar moet ik je mee naartoe nemen. Okay, heel goedkoop eten halen is dat. Slaaf. Ben jij een slaaf? Mijn vriend is een slaaf. Gastrekkingen. Hé, hey, gast. Moet niks, zegt hij. Niet. Oh, ik ga stuk hier. Echt waar, heerlijk. Oh, wauw. Zalig. Met lauw op stap. Dit is goud, jongens. Dit is goud. Ach ja, ben je klaar? Oh, doperten. Nou, Ert, haal hem dan. Ja, die dop. Hey, Ert, haal die dop eens dan. Ik wil erg strekken, dat wil je helemaal niet goed. Hè? Ik wil erg strekken, ik heb al honger. Hoppa! Oh, hey, weet je wat ook leuk is? Als ja, als je plaat eraf halen. Ja. Juist, lekker in die plaat eraf halen. Mijn oom doet dat gewoon. Ja, ik ook. Tegenwoordig. Want je betaalt er wel voor hoor, en voor die plaat. 50 cent meer of zo hoor. Ja! Ik heb het er ook laten zien. Oh, zegt hij, nou dan haal ik die ook continu eraf. Hè? Goed zo. 50 cent extra, hè? Alleen maar voor dat. Ja, bizar, hè? Hoe dan? Ik hoor je niet, ik ben doof. Hè? Ja, moet je minder vingeren hoor. Nou, dan heb ik gewoon een hele mooie microfoon voor. Ja, ik ook. Zie maar heerlijk. Je hebt pas binnengekregen, jongen. Oh, wat ben ik erg. Dit is waar mijn kijkers niet van me gewend. Oh, ik ben niet anders gewend voor hier. Ja, maar dat is buiten de camera om. Ik nou vol en vol mijn camera. Ik ben niet anders gewend. Oh, heerlijk. Oh ja, meid. Oh. Ik ga het zo dik. Ah, heerlijk. Nou, gewoon een beetje schoonmaken en dan kruiden eroverheen en dan is het lekker hoor. Op een microfoon, Mario. Tabasco erop, auw. Ja. Ja. Op je microfoon wel. Oh. Dat is niet goed. Weet je waar ik ook eens een keer mee naartoe moet nemen? En een sjors. Zoek dan meer. Nee. Nee. Wat dan? GDE. En waar Emma Ro altijd en zijn spullen haalt. En zijn kleding en alles. 5-11. Ja. En waar we die in die mooie lampjes van hebben. Dat is handig. Dus ja, ik ben alweer bijna 6 minuten aan het lullen met jou. Oh, dit was een heel lange vlog. Dat is niet handig. Nee. Dus, ga je serieus weer aan de energy? Allow. Oh. Sorry. Dat gebeurt echt als je taars afgebruikt.
Ik ga stukje. Oké. Hij kijkt me aan van oké, het zou wel. Ja, ik stop er maar even mee. Dat lijkt me handig. Ik kan niet zonder jou. Nee, en ik kan ook niet. Hè? Stikken we wij daar. Moet ik je helpen? Nee. Nou, lekker dan. Volgende keer kom ik niet meer. Nou, dit heeft Lauwtje allemaal gekocht voor de moeder en voor dezelf. Deze vooral voor dezelf. En nee, ik word er niet van gesponsord. Deze was ook nog wat nuttigs voor de samenleving. Oh, je bek. Hé, je mond is even. Ik kook nog wat nuttigs voor de samenleving. Of jij nog? Geen pasje. Wat ben jij erg. Doe ik ook nog eens wat voor de samenleving. Je komt nou wel heel veel op, hè, nu, hè. Besef je wel, hè. Wordt nog wat. Als ik... Ik heb allemaal een journaal in de lucht. Hij is. Nee, nooit. Als jij zometeen een gesprek hoort over... Ja, maar iemand die ging eventjes hijgen in een wandelpad. Ben jij het? Ja. Als het weer gaat, spaar jij gewoon zeven. Ja. Ja, dat is echt de honderd. Ja, dat is echt erg hoor. Ik ben nooit erg. Ik ben altijd lief. Ik heb lachen. Alsjeblieft. Wat lief heb pakken. Ja. Ga je niet meer? Ja. Ja, alles meenemen hè. Ik heb weer een tasje. Nou, hè. Ik moet het meestje thuis laten. Hey. IJskat. Zo. Ja, en toen. Hé, nou? Ja. Nou, hier. En je ijsberg slaan. Oh, ja, troep heel erbij, hè? Nee. Ja, maar dat is wel voor, en voor, die zegels. Ja, dat is zo. Oh, ja, weet ik dat. Oh, weet ik dat. Ja, kom op. Ik ben er al. Ik kom wel bij de hoofdgroep. Ah, overloofde. Alsjeblieft. Hè? Ja, doe ik. Komt goed. Doei. Zo, wij zijn eens even heel ergens anders. Want Ro, ik had een geniaal plan om even hier naar de Welkoop te gaan. Omdat ik dat even leuk vond. Gewoon leuk. Leuk, leuk, leuk. Ja, moet kunnen toch? En jij wou bij de handschoenen kijken, zei je zo? Kijk, en ze hebben hier ook echt even van alles, ja. Bij de kloppen, ja. Oh ja, en je moest de groetjes hebben en van Linda. Kassière van de Jumbo. Ah, oh, wat lief. Oh, dit is, en dit is nou een tamme, zeg. Oh, wat lief. Wat zoek jij? Ik zoek niet meer. Ja, maar die staat er niet. Jawel, John Deere. Hey. Wat leuk. Geweldig. Ja, ook ja. Precies dat. Pak die. Dat is ietsje groter. Ja, dat is inderdaad een heel stuk groter, ja. Nee. Precies dat. Dus ja, en kijk, en sowieso haal ik hier nooit honden voor, want dat doe ik niet. Dat doe ik gewoon niet. Dat is tegen mijn principes in. Dat doe ik gewoon niet, want dat haal ik gewoon bij de Aldi. Ik vind het helemaal goed. Ja. Daar is ik al hier en hier halen. Nee, dat doe ik niet. Ik vind het een beetje zonde van mijn geld om dat hier te gaan halen, zeg maar. Maar ik ga wel even kijken hoe duur het is hier. Dat vind ik dan wel weer leuk, weet je, om te kijken. Hier, kattenbakvulling voor 20 liter, 16 euro. Dat vind ik een beetje te duur. Dat vind ik persoonlijk te duur. Kijk, oké, de honden die krijgen echt alles hoor. En wat een hartje begeert. Maar ik vind dat gewoon een beetje te duur om dat te kopen. Sorry, maar dat is gewoon zo. Ik vind dat gewoon te duur. Ja. Dus, ach ja. Naar Roop toe. Ja, is leuk. Dat is allemaal paard, hè? Paard, port. Als je niet lief bent.
Oh, kom maar. Kom maar. Ja, dat deed ik ook vanochtend met Laura in de action. Dat is handig, toch? Ja. Ja, maar die kunnen wel lekker zitten, hoor, deze. 17, 18 euro voor... Vind ik een beetje duur. Ik zet aan. Ja, kom maar. Oh. Het is nog wel best zacht, hoor. Dit is ook gewoon goed voor een stuk bijten en krabbelen en knagen, hè? Voor, en voor honden. En dan kennen het, nee, maar dan kan het wel hier staan voor, en voor paarden. Maar als het voor, en voor een paard is, dan kan het ook voor, en voor een hond wezen, hoor. Hè? Echt wel. Kan allemaal. Kan allemaal, toch? Ja, hè? Ja, 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 kan allemaal, hè? Ja, ja. Zo, ja. 1 over 3. Hou jij je mond dicht, 1 over 3. Het is 2 over 3 op mijn klok, ja. Ach ja, ik moet weer wat doen en dat betekent T-A-N-K-E-N. Ja, dat en dat moet ik doen inderdaad. Ja. En ik ben benieuwd of mijn grote vriend er is. Ik hoop het eigenlijk wel, ja. Ik hoop het, maar ik weet het niet zeker, nee. Deze persoon voor mij die heeft voor 30 euro getankt. Ja, voor 30 euro. Nou, en ik heb nog maar serieus 2 streepjes over. Hè? Ik heb nog maar 2 streepjes over. Dus ja, we gaan het meemaken. Ik mag weer naar voren rijden. Want ik heb hier dus namelijk een Skoda Fabia voor mijn neus. Een Skoda Fabia. Zo, en 1, 2, 6, 8, 10. Zo, dat. En dan pak ik even mijn sleutel van mijn auto. Ik pak even mijn portemonnee. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik allemaal doe voordat ik de auto uit ga stappen. Dan pak ik mijn telefoonhoesje. Pak ik weer mijn telefoon van mijn houder af. Dan doe ik hem hierin. Ga ik dus nu alvast naar mijn app eigenlijk. Dat doe ik eigenlijk vaak liever in de auto alvast. Ja. En dan doe ik hem even zo weer dicht. Heb ik die alvast opgestart en dan ga ik namelijk de auto verlaten. Ja. En ik neem jullie gewoon even gezellig mee, want het waait nu wel, dat weet ik. Oh. Zo, doe ik het even zo helemaal goud. Ja, 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 ja. Zo. Nou, dat is zeker mooi. Ja. Zo. Zo, lekker luchtje eruit. Ja, is een heel lekker luchtje. Zo, ik zie niks meer. Nee. Ik weet wel dat ik jullie heb, zeg maar voor de rest weet ik het ook niet. Zo, start met tanken. Pomp nummer 5 moet toevallig. Hey, pompje nummer 5. Ga verder. Bevestigen. Ja, ja, we gaan tanken. Zo, slang erin. En tanken maar, ijskartie! Nou, dan gaan we weer volgooien. Ik heb 100 euro bij me. Het is nu 1,83,9. Ik heb sowieso iets van een paar cent korting. Ik heb altijd, als ik ga tanken, altijd 100 euro bij me. Soms 70, maar meestal 100. Dus ja, we gaan het meemaken. Die kan mooi daar staan. Nou, ik zit nu al op de 46 euro, zeg ik. Dus de 50 euro ga ik ook aantanken. En de 70 euro ook. En de 80 euro weet ik niet. Alleen het is wel weer iets duurder, 10 cent. Nou, zeg ik, 60 euro. Ja. Smakelijk eten? Ja. Alsjeblieft, jongen. Is mijn grote vriend er niet? Nee, ik heb het tegen mijn man. Ja, kijk, 77 euro. Nou, dan wil ik even iets volgen.
Jezus! €80, kijk. Zo, helemaal goed. Zo. Niemand staat op mij te wachten? Nee, mooi. Top, helemaal goud. Ik ga naar binnen. Betalen, lijkt me handig. Ja, een hele goeie. Zo, jullie uit. Ik zie jullie zo. En daar is, ja, weet ik wat. Hm? Is een proofrit ingemaakt. En toen dacht ik, nou, toch maar niet. Het weet wel pittig, maar je kan er heel weinig mee. Dacia en een Dacia jogger. Dus denk maar aan als iemand dus aan het joggen is. Aan het hardlopen. Ja. Is het druk op de weg met Pasen of valt het mee? Nou, sommige stukken wel, andere stukken weer niet. Okay. Ja. Het is een beetje waar je naartoe gaat natuurlijk. Lekker hè, in het zonnetje, mam? Man, het lijkt wel hoog zomer. Uh-huh. Zitten hier met die dikke trui. Lekker toch? Rukkeluk. Mm-hmm. Ja, ja. Wat? Ja. Wat? Ja. Stuur gewoon even een foto door. Ja, ja. Naar mijn liefdallige schoonzus. Ja, ja. Jij wel. Ja? Ja, zo'n schoonzus heb ik nou niet. Zo jammer. Wat? Zo'n schoonzus als jij hebt? Nee. Dat is maar één dan. Ja. En hoe toevallig op en op dezelfde dag jaren. En de hond met dezelfde naam en dezelfde kleur. Maar niet hetzelfde merk. Dat is, niet. Dat is handig, hè? Er zijn nog meer overeenkomsten, maar dat zal ik maar niet zeggen. Wat dan? Dat zal ik maar niet zeggen. Waarom niet? Omdat ik het niet zal zeggen. Oh. Zeg. Waarom niet dan? Maar je bent allebei vrouw. Ja, you. You. Ja? Dat zou ik het maar niet zeggen. Je bent toch mijn vrouw. Lekker een beetje kleurtje opdoen, hè, mam? Kleurtje? Lekker even lekker in de zon, hè? Ja, joh. Ja. Maak je ons een fotootje van ons. Heb ik al gedaan. De oude dag. Heb ik al gedaan. Op de oude zondag. Ja. Ik heb hem ook al naar jou doorgestuurd, als schat. Natuurlijk. Okay. Ja, en naar je zus, tuurlijk. Even ook naar Madelon doorgestuurd, tuurlijk. Ja, ook even een beetje op de hoogte. En toen zocht ik Roderick. Ja, waar Ro is, weet ik nog niet. Ergens in de winkelhuizen. Ah, daar. Ja, check. Ja. Weet je wat ik al heel lang niet meer heb gehad? Rijst met ragout. Want dat maakt jij altijd. Maar meestal wel. Nou, hondenvoer. Hé, wat? 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 Dan ga ik even wat doen. Zo, goedemorgen. Dank u wel dat u eventjes aan mijn ding. Ja, natuurlijk, ja, handig. Nee, ik zeg wel van dat mis ik. Ik heb dat al heel lang niet meer gehad. Ja, dat weet ik, maar ik heb ook nog wel. Crazy. Mijn god. Ja, Ro. €11. Ik moet 3 zakken hebben. €11. Boe. €11. En ik moet 3 zakken hebben. Hoeveel ben ik kwijt? Oké. 3 zakken. Sowieso. Schat, alsjeblieft. Ik moet 3 zakken hebben. Ja, ik kan niets meer zo vertellen. Scheelt weer. Goed ervoor? Als jij dan even... Ah, ja? Ja? Oké. €11, jongens. Boe, en ze waren eerst altijd 8,99. Ja, check. Mooi. En kattengit haal ik weer bij de Hoogvliet, zeg maar. Kattengit. En huh? En rot. Ja. Ja. Heb jij nog wat gourmet? Nee. Nee. Moet jij nog wat hebben? Moet jij nog wat hebben? Nee, Ro. Vraag wat. Nou, dan ga ik lekker achter je mee. Hè? Even nog noodzakelijkheden al te pakken. Ik begrijp, ik hoor, ik snap je even nou niet makkelijk. Het zal wel aan mij liggen. Dat denk ik wel. Wat? Dat aan jou ligt.
Oh, maar wat moet je hebben dan? Dat ga ik nog even kijken. Hoe ga je het nog even kijken? Ah, nog even kijken. Ah. Nee, nee. Helaas, pindakaas, sorry voor jou. Hé, hey, je bolletjes, je knabbeltjes. Je knabbeltjes. Je knabbeltjes. Oh, je knabbeltjes. Je knabbeltjes. Jouw knabbeltjes, die zijn er hier. Jouw knabbeltjes, ja. Lentecakejes, ja, ja. Lentecakejes? Ja, en die roze, blijkbaar. Ja. Precies dat. En daar waren we weer. Ja, ik dan. Alweer. Waar zullen we zijn? Nou, daar dus. Ik ga rouw achtervolgen. Voorvolgen. Kijk uit. Oké, okay. Check. Ja, dat is leuk. Zo, partijkarretjes. Staat die uit of zo? Nee, hij is aan. Oké. Okay. Handig. Heel erg handig, alleen de... prijs is anders. Net zoals bij de medemarkt, ja. Heel fijn. Heel leuk. Hè? Een muntje scoren. Ja, ga jij maar een muntje scoren. Helemaal goed. Helemaal wauws. Helemaal leuk. Ja. Grappig. Zo. Gijs vind ik echt hoor, de afgelopen tijd. Mooi. Nou, ken ik niet, ken ik niet, ken ik niet. En daar heb je ook nog een muntje erin. Dat is handig. Ja, is leuk. Als je hem eruit krijgt. Hij gaat de kar de mandjes weer even goed brengen. Ja, zo handig. Kom maar hoor. De mandjes even goed brengen. Helemaal goud. Hi. Hoi, daar ben ik nog. Beetje lachen mag wel eens, kat. Lachen. Zo, het is lekker rustig. Het is rustig. Hij is erin. Stop, stop. Zo, die heeft even een dikke meermiddagbeweging van me gehad. No filming. Nou, echt wel. Nee, maar ik zei het al tegen Lau. Ik zei, mochten ze ook hier ooit gaan zeuren over dat ik hier niet mag filmen, mogen ze al deze camera's weghalen. Ja, zegt ze. En je hebt nog gelijk ook. Want je wordt toch overal in gefilmd. Ik zie ja, zeg maar niemand. Ik had je al in de gaten, meis. Ik had je al in de gaten. Oh, wauw. Heerlijk. Ik had er al in de gaten. Ik denk, nou, dan ga ik even anders. Maar je hebt wel vanille, je vlaas, schat. Vanille smaak. Ja, vanille. Mandarijn heb ik ook. En margarine heb ik ook. Karamelvla, hoef je niet, hè? Alsjeblieft. Ik ga net en net zeker even voor uw beurt, of niet? Ja, sorry. Ja, ga maar kijken, kom meneer. Nou, die moet ik al sowieso wonen. Even kijken. Altijd wel even handig, hè? In de bak kijken. Nou ja, bak. Het noemt zich een bak, maar of het nou een bak is. Oh, wat kraag. Goh, vandaag. Zo, ja schat, helemaal geen sorry. Moet je gewoon zeggen, en nu aan de kant. Moet ik helpen? Ja, als je er één zou willen pakken bij mij, pas op hè. Hij breekt makkelijk. Yes, thanks. Alsjeblieft schat, dat weet je toch. Kleine moeite hoor. Yes. Een eurotje nog wel. Ja. Zo. Ik heb er vanaf, van de Jumbo. Hier welkom. Ja, voor 1 euro. Yeah. Yes, why not? Zo, hey, ik ging Engels praten. Hey. Kijk, je kan weer wat winnen, schat. Draai zaterdag 6 mei aan het Rad van Bakkerij van Maan. En maak kans op leuke prijzen met als hoofdprijs een rondleiding bij
bakkerij van Maanden. Jee. Besteed vanaf dinsdag 11 april tot en met zaterdag 29 april minimaal 10 euro aan bakkerij van Maanden producten. En ontvang een voucher bij de klantenservice. De klantenservice? Ik vind het leuk. Ik ga gewoon even draaien. Ah, wat jammer. Helemaal niks. Oh, jammer. Nou, Rauw, jij even een goede draai. 1, 2. Nee, even een goede draai. Kom op. Nee. Een goed draaien. Kom op. Nee. Ja, ik heb klopt. Ja. Ik mag wel een keertje draaien, ja. Nee, kom op. Even een goede slinger geven. Kom op. Nee, dat is niet een goede slinger. Kom op. Jeetje. Doe je echt nou zo? Kijk, wat ik dus bedoel... Dat is een goede slinger. Nou, jij mag twee keer draaien, denk ik wel. Oh, heerlijk. Ja, we zijn zo vriendelijk om karretjes terug te brengen. Ja. Ja. Dan krijg je één karretje, dan krijg je één muntje. Ja, een karretje in de winkel, dan krijg je een ander muntje. Goed toevallig. Met een gele rand eromheen. Ah. Ga je boodschappen doen bij de Jumbo, de gele supermarkt. Boodschappen. Ja, dat geldt overal. Kijk. Dat is handig, hè? Ja. Boodschappen doen. Ja, precies dat. Ja, precies dat. Ja, ach ja, joh. Ja. Nou, ja, we gaan het zien. Ja. Meer dan dat kan ik er ook niet van maken. Nee. Ik kan er toch nooit wat van maken. Schuld meer. Nee hoor. Ik kan er alles van maken als ik wil. Ha. Er is 3, even kijken, 2,70 en ik heb, ik dacht zoiets van 10 euro bij me. Moet ik even kijken hoeveel euro ik bij me heb. Even kijken, monumento. Handig toch? Ja. 10 euro. Dus, ken ik? 2,70. Ja, 3. Ja, dan, en dan 3 dus. Deze? Ja, die ja. Heb je nog meer? Kijk uit hoor, want ze zijn... 3 maar dan? Oké. Okay. Ja. Jij ook nog? Ja, gewoon 3, dat zeg ik. Ik moet 3 hebben. Ja, kiezen welke 3 je wil hebben. Ja, joh. Als ons het maar heel is, toch? Als je deze wilt hebben, dat weet ik niet. Nou, die niet. Nee. Gewoon goeie. 2,70? Ja. En ik heb een tientje bij me. Ja. Hoeveel ben ik eigenlijk kwijt dan? 2,6... 9. Wacht maar even. 10. 10 en min 2,70. Min 2,70. Min 2,70. Hou ik 1,90 over. Ja, bijna een zakje. Hè? Net iets te kort, 80 cent te kort. Ja, precies dat. Nou ja. 3 zakken. Prima, best. Heb ik wel weer even voorlopig, hoop ik weer wat. Daar lig ik dan weer. Ja, lekker op bed. En ik ben moe. Zoals je kan zien, knijp ik lekker mijn ogen dicht. En dat is ook gewoon omdat ik moe ben. Dus, ik ga de vlog afsluiten, jongens. Dus, vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.